Vandaag spelen we Minecraft, maar zoals je ziet zijn we mega groot. Giel, noobspeler, pro-speler en ik gaan dus verstoppertje spelen. We doen verschillende rondes en ik ga als eerste zoeken. En laat ik zelf ook even groot worden. Hoppakee! Oké, jongens, ik ga tot 60 tellen en jullie moeten je verstoppen binnen deze gele muren. Ik denk als jullie zo groot zijn dat het iets moeilijker gaat worden dan normaal. Dus succes! Nee. Ik ga tellen. 1, 2, 3... 4. Noob en pro, waar gaan jullie ergens heen? Ik heb echt geen idee. Deze gebouwen zijn ook allemaal zo klein. Ja. Wij zijn gewoon heel groot. Dat is het. Ja. Oh ja. Oké, dat ook. Maar, kan ik niet gaan liggen? Gaan liggen? Ja. Anders kan ik hier mooi achter liggen, maar... Dat zou vet zijn. Oh, wacht, Noob. Misschien heb je wel een heel erg goed idee trouwens. Want wat nou als ik hier een bed neerzet zo, op dit ding, en ik ga er nou op liggen? Oh, wacht, het is geen nacht natuurlijk. Oh, jammer. Oké, ik heb al een idee. Hier, als ik hier van de hoofdstraat naar deze kant, toch, als ik hier rechts heen ga. Kijk. Kom jullie maar even mee als jullie willen. Ik ga hier helemaal in het hoekje zitten. En dan heb je hier wel een paar lantaarnpalen, maar dan kun je gewoon zo... Woe! Dat is oprecht een hele goede plek. Dit is gewoon het perfecte hoekje om te gaan zitten. Kijk dan. Ja, dit is een goed hoekje, bro. Dit heb je goed bedacht. Nou, dan ga ik hier erop proberen te springen. Oh, kom op! Oh. Ja, ik zit er heel bij de ijskraan. Ik ga gewoon hier achter zitten. Hey, Noob, dat is een hele goede plek. Maar waar moet ik nou gaan zitten? Ik denk dat ik gewoon ga proberen om hier op te komen. En dan kan hij me zo zien. Ja, zo kan hij me sowieso zien. Oh nee. Weet je wat? Ik ga gewoon hier zo ik heb een goed idee. Ik blaas hier gewoon even een paar dingetjes op. Zo op deze manier. Dat mag ik vast wel, toch? Ja. Dit is top. Oké, op deze manier kan Big me denk ik niet zo handig vinden. 58, 59, 60. Ik kom eraan. De grote reus gaat jullie zoeken. Jullie zijn ook grote reuzen, maar dat maakt niet uit. Even kijken. Het moet niet zo moeilijk zijn, aangezien jullie zo mega groot zijn, toch? Nee. Dit wordt niet moeilijk. Had ik al verteld dat je mocht vliegen? Ja. Nou, daar heb ik ook zeker gebruik van gemaakt. Nou, had ik niet gezegd, maar goed dat jullie er gebruik van hebben gemaakt. Even kijken, want als ik vlieg, kan ik jullie waarschijnlijk veel sneller vinden. Jij mag niet vliegen. Dat is niet de afspraak. Nou, dan ga ik niet vliegen, maar anders kan ik niet over deze lantaarn palen. Zo en zo. Hallo, pro-speler. Wat? Jij mag de volgende ronde als eerst zoeken. Oké. Nou, ik ben heel benieuwd of de pro-speler jullie sneller gaat vinden dan ik. Maar ik moet nog de noob en Giel. Oftewel de noob en de noob. Even kijken, wat zie ik hier? Hé, hey, wie is dat? Is dat nou Giel? Hallo? Waar hallo? Hé, Giel! Jeetje, wat? Oké, dan moet ik nog alleen de noob spelen. Noobie, waar ben je nou weer? Oh, daar ben je, noobie! Ja, daar ben ik. Oké, ik heb jullie alle drie gevonden. Voor mijn gevoel best snel, maar de pro die gaat nu zoeken. Oké, pro-speler, jij mag nu tot 60 tellen en dan gaan wij verstoppen. Oké, ik ga tegen de muur aan en ik begin met tellen. 1, 2, 3. Oké. Giel, ik heb echt geen idee waar ik moet verstoppen. Nee, ik ook niet. Oké, Noob, wat ga jij doen? Waar ga jij zo snel heen? Nee, ik ga hierheen. Ga jij hierheen? Hierachter. Oké, ik denk dat ik niet bij de Noob moet gaan kijken waar ik me moet verstoppen. Wacht, jongens. Ik denk dat ik me bij de hijskraan ga verstoppen. Ik heb het gevoel dat hoge plekken altijd wel nice zijn. Ik ga gewoon... Weet je wat ik ga doen? Oké, jij mag me helpen. Oké, kijk. Stel je doet dit, hè? Ja. Jij gaat weer met de TNT spelen, zeker. Hé, joh, ben je gek? Kijk. Dan doe ik zeker dit, zo. Ja. Kijk, en dan gaan we nog wat lager. Ja. Ja, ik snap wat je bedoelt. En dan wil je in het gebouw gaan. Zo. Zo, ik vlieg gewoon helemaal omhoog. Ja, kijk, als je nou hier zo in gaat zitten... Ja. Je moet eigenlijk nog wat lager, hè? Je hebt wel meer ruimte nodig. Ja, ik ben wel mega groot, ja. Maar weet je, Giel, jij mag hier wel zitten. Dan ga ik wel een andere plek vinden. Ik gun jou deze plek. Alsjeblieft, Giel. Dankjewel. Ik ga dat even doen. Nou, Giel, jij dat even doen, Giel. Oké, weet je wat ik ga doen? Ik ga gewoon op echt een hele... Oh, daar zit een noepel. Ik dacht dat ik daar wilde even stoppen. Noep, jij mag daar wel zitten. Ik zit hier in het doekje gewoon. Ja, ik wou me daar ook verstoppen. Oh, ik weet het gewoon echt niet meer. En de 6 seconden zijn bijna om. Weet je, ik ga gewoon hier in de hoek staan. Ik weet het ook anders niet, want de 6 seconden zijn bijna om. Wel een beetje naar rechts, want ik kan de noobspeler nu letterlijk zien. Even kijken, kan ik hier niet tussen vallen? Oké, en dan zo. Ja, dit is niet de beste verstopplek, maar hopelijk komt het goed. Oh, dan blijf ik hier in het doekje zitten.
Oh, ik zit hier ook zo goed verstopt. Ik denk dat de probe niet heel erg snel gaat vinden hier. Of misschien ook wel. Ik heb geen idee. 58, 59, 60. Oh. Ik ga zoeken. Ja, ga maar zeker zoeken. Ik zou ergens bij een gebouw die in constructie is gaan zoeken. Ja, oh, nee, nou, weet je wat dat net? Ja, bij de hijskraan, weet je wel. Giel, oh, nee. Wat is dit nou weer? Dit is mijn stopplek. Ik zit hier lekker verstopt, zoals je ziet. Ja, dat is, het is heel slim om te gaan verstoppen tussen hekjes waar je doorheen kan kijken. Dat is inderdaad een hele goede plek. Nu zit ik vast. Dit is net een gevangenis, snap je? Ja, weet je wat? Blijf maar lekker zitten dan. Oké, vooruit. Giel, dan moet jij de volgende ronde zoeken. Oh, nee, daar heb ik zo geen zin in. Ja, oké, is goed. Giel, moet zoeken. Ik ga maar eens kijken. Gewoon puur om even te checken en om het gehad te hebben. Oh, nee. Hallo, nee. Mick. Well, hallo. Er is helemaal niks hier. Wow. Er is helemaal niks hier. Hi Mick. Okay. Ja, ik zie je wel. Oh, heeft de noob gewoon gewonnen alweer? Ik zat net. Yay, goed gedaan, bro. Ik dacht oprecht dat ik snel jullie had gevonden, maar bro, je hebt mijn record wel verbroken. Nou, dan moet ik erbij zeggen, Giel maakt het wel makkelijk voor bij die trekvallen. Giel, jij mag nu gaan zoeken. Dus weet je wat je moet doen? Tegen die muur aan staan en tot 60 tellen en dan kunnen wij ons weer verstoppen. Ja, komt goed. Ik ben al onderweg. 1, 2... Oké. Snel. Ja, ga er. Oh, ik vind het zo moeilijk om het te verstoppen als je zo groot bent. Maar ik heb wel een klein idee, jongens. Ik heb een heel goed idee. En Pro, ik heb jouw hulp nodig. Want Giel, Giel die zei deze comment. Ja, kijk deze. Ik ga gewoon letterlijk onder de grond. En jij moet zeg maar dadelijk het volbouwen. Dat het lijkt alsof hier niks gebeurd is. Kan je dat voor mij doen? Ja, ik ga dat proberen, oké? Dan ga ik hier TNT blijven spammen, zo op. Ik kan daar niet bouwen, ik ben veel te groot. Oh, dat heb je natuurlijk ook. Huh, wacht, hier is iets ondergronds. Oh, dat meen je niet. Wat? Kijk, je hebt hier letterlijk... Ik zie het, maar wat moet ik nou doen? Ik kan het niet dichtbouwen. Oh, je kan het niet dichtbouwen. Oké, dan mislukt mijn plannetje. Wacht, kan ik het dichtbouwen misschien? Ja, oh nee, je kan letterlijk niet bouwen, nee. Oh, dit is echt een mislukking. Weet je wat? Ik laat dit gewoon zo en dan is Giel even afgeleid. Ik vond het zo'n goed plan dat je dit kon dichtbouwen. Kan je die even krimpen anders? Krimp gewoon even. Mag dat? Ja, boeien. Ik bedenk de regels. Oké. Ik ga het snel dichtbouwen, Ja, zo, ja, dit is echt een goed idee. Let's go. Oh, maar nou heb ik heb dan helemaal geen tijd om zelf te verstoppen. Nee, oké, maar als ik nu win, dan is het onze overwinning, oké? Nou, oké dan. Ja, oké. Let's go. Oh, dit gaat echt veel te slow. Oké, we hebben wel maar 60 seconden, dus anders raffel het maar gewoon af. Ik ga hier gewoon achter de brandweerwagen gebouwtje staan. Dat kan hij mij ook nooit vinden, denk ik. Nee, ik denk dat nog betere stopplek is. Ja, okay, jij zit onder de weg. Ja, maar dan moet je niet tegen Giel vertellen. Oké, ik zal niks zeggen, de perre. Oh, wat gebeurt er allemaal? Ik word de hele tijd geteleport. Oké. Nee, het is bijna af. Kom op, Pro, help me. Ja, maar ik word de hele tijd geteleport. Ja, ik snap het, maar bijna. Ik snap dat je ook je hele tijd opoffert. Er zitten daar nog een paar gaten. Nou, ja. Hoppa, oké. Ja, dankjewel, Pro. Oké, dit is echt top. Oké, maar dan moet ik nog een plekje vinden. Oh, nee. Giel is volgens mij ook al bijna klaar met tellen. Oh, ik ga echt in de slechtste plek zitten die er is. Ik doe wel dit. Je moet wel groot worden. Ja, ik ben al klaar. Ik zit al. Ik ga gevonden worden in 2 seconden. Volgens mij hebben we echt nog maar een paar seconden. Jij bent wel echt makkelijk. Ik ben echt een shiny. Ja, eigen noob, ik kan niks. Ik kom jullie aan als de tijd is om. Stil. Want ik heb hulp van een supergrote zombie die ik zojuist heb neergezet hier. Oh nee. Ja, dan sta ik er toch alleen voor, weet je wat? Ik kom jullie wel gewoon even zoeken. Oké, Giel, ik heb letterlijk de beste verstopplek ooit. Ik geloof er helemaal niks van. Nou, dat is toch wel echt zo. Oké, dan ga ik maar eens zoeken. Ik loop eerst even deze kant op. En eigenlijk heeft die zombie die ik zojuist heb neergezet het alleen maar verwarrender gemaakt. Want hij heeft precies dezelfde kleur als de skin van de noob-speler. En hier staat alleen een noob. Nee, verstopte noob. Dat is niet waar. Je hebt ze niet alle drie gewonnen. Je was goed op weg. Ja, ik was goed op weg. Je was zo dichtbij. Wie moet ik nou zoeken? Noob, kun jij eens zeggen waar iemand anders nog zit hier? Nee, ja. Noob, stil. Noob, dat kan ik, noob. Dat
Dat kan ik zeggen. Noob, dan krijg je van mij een hele stack met dirt. Hier, kijk, ik heb een hele stack. Je krijgt twee stacks van dirt van mij. Je krijgt twee stacks van mij. Ja, ik zeg ook, kom maar achter mij aan, Giel. Nee. Noob. Want jullie zitten veel dirt als je wil. Jullie zitten veel te goed verstopt, dus ik moet hem wel helpen. Kijk, hij zit. Noob, je was me net nog uit aan het lachen met hoe slecht hij was. Die richting op staat hij. Deze richting op? Ja, maar je spreekt toch wel de waarheid, Noob? Anders geen dirt voor jou. Oh, jullie zitten zo dichtbij mij. Ja, hier is hier heel warm ben ik. Maar hij zit sowieso hier in dit gebouw, want dit is helemaal... Nee, hij is helemaal in de hoek daar, heb ik gezegd. Zag ik hem daar. Daar helemaal in de hoek. Achter de paars. Nee. Giel, ik zie letterlijk je naamtag gewoon overal lopen. Waar ben je, Mick? Mick. Even naar deze kant. Hier zie ik niemand. Wat is er, Pro? Ik moet wel zeggen, Mick, toen wij aan het zoeken waren, waren we wel eens een stukje vlugger als Giel. Giel, die kan niet zo goed zoeken volgens mij. Neem wel zijn tijd. Ik kan fantastisch zoeken. Hallo, Pro? Pro, die moet heel makkelijk zijn. Oh. Ja, ik ben ook heel makkelijk. Ik zal het zelfs zo zeggen, Giel. Achter de hijskraan zit hij volgens mij. Achter de hijskraan? Oh, ben je al eerste ronde, Giel, zat ik hier ook. Ik zit gewoon op dezelfde plek als dat ik eerst zat. Oké, nou, ik ga eerst eens heel eventjes hier een gat erin blazen. Want ik vertrouw er helemaal niks van jullie praatjes allemaal. Ja, doe dat vooral. Oh, Giel. We hadden echt iedereen gevonden in een paar seconden. Ja, maar even kijken. Ik ga maar even vliegen. Ik zie je letterlijk lopen. Huh? Waar zit jij dan? Ja, dat zeg ik niet, anders is het geen verstoppertje. Hoe heb je mij nog niet gevonden? Oké, hoe heb ik jou nog niet... ik heb ook nog maar één kant van de hele map gezien, hè. Hij zit sowieso hier. Sowieso... Ja, Pro, wat een slechte plek. Ik inderdaad, wat een slechte plek. En toch deed er 5 uur over, joh. Ja. Oké, dat is ook wel waar. Daar heb je had ik jou goed weggeleid, hè, Pro? Ja, Noob. Ja, dankjewel, Noob. Jij krijgt van mij een heleboel stacks dirt. Oké, Pro, jij mag een beetje zeggen waar ik zit. Anders is het echt veel te moeilijk. Je moet de juiste weg vinden. Inderdaad, je moet inderdaad de juiste weg vinden naar Mickey. Ja, en dat is niet een onderhandige opmerking. Je hoeft geen zijstraatjes te nemen. Nee, en je moet wel even graven naar het antwoord. Ja, je moet graven naar het antwoord. Ik zit erg onder de duimen. Giel, heel onder ergens. Waar zit hij ergens? Waar zit hij? Zo, Mario! Dat was dichtbij. Ben je mee bezig? De weg hoeft toch niet kapot? De weg hoeft toch niet kapot? Zit hij hier niet? Wat is dit nou weer? De weg hoeft toch niet kapot? Nee. Oh, zombies! Dat ging even fout, volgens mij. Giel, het is hier heel donker. Kan je me alsjeblieft vinden? Ik vind het een beetje eng hier. Donker? Maar waar heb je het over? Jij zit sowieso hier in dit ding waar we de hele tijd zijn begonnen, of niet? Pro-speler, noob-speler. Het is een beetje zwaar als jullie op mij staan. Ja. Oh ja, sorry. We lopen wel... Nee! Hoe kom je hier nou weer terecht? Ja, ik was verstopt. Ja, nou, het is best goed ook inderdaad. Ja, jeetje. Dat was een hele goede plek. Hey, Mick, high five. Let's go. Hey. Ja, deze is ook door de pro-speler. Hij had me ingebouwd, vandaar. Wil je nou nog een verstoppertje video zien met Giel, de pro en de noob? En ik klik dan snel op deze video. Ja, hier spelen we ook verstoppertje en het was echt superleuk. Dus klik snel op deze video als je dat wil zien. Abonneer ook op de noob en Giel en dan zeg ik Mick out.